75% van de bestuurders gebruikt wel eens een telefoon tijdens het rijden. Doe jij dat wel eens? Nee, eigenlijk niet. Ik probeer het eigenlijk zo min mogelijk te doen. Mijn telefoon ligt altijd naast me en als ik aan het bellen ben, bel ik altijd handsfree. Doet hij dit ook wel eens? Nee. Ik werk voor NAM, dus Shell. Het is absoluut, staat bij ons de doodstraf op. Gebruikt ook geen... Handsfree bellen mag niet eens. Eigenlijk alleen in hele kleine straatjes dicht bij mijn huis of zo, maar echt op de provinciale weg, dat... Nee. Nee, dan vind ik het eigenlijk te gevaarlijk. En wat doe je dan op je telefoon in die kleine straatjes? Vaak is het even snel de muziek aanzetten of even snel een appje openen, maar niet echt te veel op mijn telefoon of zo. Je hebt nog geen katten doodgereden? Nee, gelukkig nog niet. Wel een keer een duif, maar toen zat ik niet met mijn telefoon. 75%, dat is natuurlijk best wel hoog. Betekent dat ook dat iedereen echt met zijn telefoon in de auto in zijn hand zit? Nee, dat weten we niet precies. We hebben verschillende handelingen uitgevraagd en we weten niet of mensen dat altijd met de telefoon in de hand doen of bijvoorbeeld in een houdertje op het dashboard. En kunt u een paar handelingen noemen? We hebben bijvoorbeeld gevraagd of mensen appen, of ze social media gebruiken, of ze vergaderen in het verkeer, of ze bellen, mails sturen, dat soort dingen. Ik zie het heel vaak als ik rij in de auto, dan zie ik best wel een hoop mensen aan de telefoon zitten, ja, bellen ook. Dan zie je hem gewoon echt zwalken op de weg en dan heb je echt zoiets van, je kan ook eventjes opletten en dan druk ik gewoon op mijn toeter en meestal schrikken ze daar wel van en dan is het ook gewoon op, telefoon aan de kant en dat zie je ook gewoon, want je ziet ze altijd zo zitten van joh, wat gebeurt er? Ja, en dan is het gewoon levensgevaarlijk. Er zijn natuurlijk heel veel campagnes bezig, kijk bijvoorbeeld ook naar Mono. Zijn er verder nog plannen om dit percentage weer een beetje naar beneden te brengen? Nou ja, je ziet natuurlijk ook dat er steeds meer technologieën zijn, bijvoorbeeld in telefoons, waardoor je een niet-storen-functie hebt en niet wordt gebeld en geen appjes krijgt. Nou, dat zijn dingen die kunnen helpen, maar dat is wel beperkt omdat mensen dat zelf moeten gebruiken en ook zelf weer kunnen uitzetten bijvoorbeeld. Wat redelijk veelbelovend is, is dat er nu steeds meer wordt gewerkt met cameratechnologie. Dus dat er vanuit camera's die boven de weg hangen kan worden gekeken of mensen de telefoon gebruiken. Nou, daarmee kan je de handhaving vergroten, de subjectieve pakkans verhogen en dat zou kunnen helpen.